Yo boys and girls. Mijn naam is Alta Dylan. Boys and girls, welkom bij een nieuwe video. Welkom bij de Jupiler Pro League voorspelling van het seizoen 22-23. En we gaan beginnen met de nummer 18. Op 18 heb ik dus Serij gezet. En waarom heb ik Serij op 18 gezet? Die gaan een slecht seizoen hebben, die gaan gewoon zakken. Op 17, moet ik even zien, heb ik Eupen gezet. Eupen gaat ook zakken. Eupen gaat sowieso zakken. Ik denk toch dat Eupen gaat zakken. Op 16 zet ik Westerlo, gaat ook terug zakken. Op 15 zet ik Oostende. Oostende gaat er terug een beetje. Ja, gaat terug zo'n moeilijk seizoen hebben. Gaat juist met de hekken over sloot niet zakken. 14 zet ik Zulte. Zulte-Waregem. Ook met de hekken over sloot. Goeie seizoen gehad hebben. Had ik geen goed seizoen gehad hebben. Maar wel een goed seizoenseinde. Een paar goede wedstrijden en tussendoor. En zo toch niet zakken. Dan zet ik op 13 zet ik Cercle. Waarom zet ik Cercle op 13? Die blijft op 13. Sowieso 13 cirkelen. Die gaan niet zakken. Ja, maar die gaan ook niet echt heel super zijn. Op de 12e plek zet ik Union. Union na een heel remonte. Heel goed seizoen van vorig jaar. Gaan die heel afzwakken. Die hebben heel wat goede sterkhouders kwijt. En die gaan echt niet goed zijn. Op 11 zet ik Kortrijk. Terwijl ik nu de match van Kortrijk-Oost-Zeeland zien ben op speeldag 1. Zet ik dus Kortrijk op 11. Waarom? Omdat Kortrijk ook een heel goed seizoen, een heel slecht seizoen eigenlijk gaat hebben. Ze gaan ook een paar goede matchen hebben. Op 10 zet ik Mechelen. Waarom zet ik KV Mechelen op 10? Ja, die gaan ook een goed seizoen hebben. Maar ook een minder goede seizoenshelft. En ja. Op 9 zet ik Sint-Truiden. Waarom zet ik op Sint-Truiden op 9? Ook een goede seizoenshelft. Af en toe tegen de grote namen wat punten pakken en... OHL zet ik op 8. Die hebben nu al een heel goed transferbeleid gedaan. En ze missen nog een spits, maar die spits gaat er sowieso komen. Dus OHL zet ik op 8. En ja, zoals ze gespeeld hebben tegen Leicester, zo kunnen ze wel een heel seizoen doorspelen, denk ik. Op 7 zet ik dan Antwerp. Antwerp gaat voor Europees, maar toch net niet. Op 6 zet ik Standaard op 6. Dat is ook zo'n ploeg. Die hebben het vorig seizoen heel moeilijk gehad. Die hebben nu al heel wat goede spelers. Die hebben ja, juist 2-2 gelijk gespeeld. Dus ja, al geen goede seizoen zelf. Al geen goede seizoenstart. Op 5 zet ik Gent. Waarom zet ik Gent op 5? Die gaan voor het Europees ticket spelen. En waarschijnlijk gaan die het ticket ook winnen. 4 zet ik Anderlecht. Anderlecht zet ik op 4 omdat ze... Ze gaan moeite hebben met Brugge en de rest. Op 3 zet ik Genk. Waarom zet ik Genk op 3? Genk gaat echt een heel goed seizoen hebben. Maar net niet goed genoeg voor de twee voorste te kunnen bijbenen eigenlijk. Op 2 zet ik Charleroi. Ik weet niet waarom ik Charleroi op 2 zet, maar ik zet die gewoon op 2. Omdat die hebben heel wat goede transfers gedaan dat ik gezien heb. Dus die kunnen wel heel goed overweg gaan met transfers. En op 1 zet ik wel Club Brugge. Club Brugge speelt net zoals de andere jaren. Club Brugge is gewoon de meest dominante ploeg. Momenteel in België met Noah Lang, Charles de Ketelaar, Hans van Aken, Bruud Vormer. En gaan we verder en verder. Dus Brugge speelt kampioen. En dit is eigenlijk voor de... competitie voor de zonder playoffs zet ik zo en bij de playoffs ga ik nog een andere voorspelling doen, dus zo gaat het tot aan de playoffs eigenlijk de voorspelling zijn. Ik heb zo wat ideeën opgeschreven, maar bijvoorbeeld net zoals vorig jaar klopte mijn voorspelling ook niet echt, dus dit jaar denk ik wederom dat het niet gaat kloppen. Ja, sowieso ga ik deze video tijdens de playoffs ook nog maken voor op te reageren. En ja, dit is zo'n beetje mijn voorspelling van de Jupiler Pro League. En we kennen de zakkers, we kennen de kampioen, we kennen de top 4. En ja, er zijn nu dus 3 zakkers dit seizoen. En bij mij zijn dat dus Serij, Eupen en Westerlo. En ja, ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. Ik heb er al sinds van genoten. En dan zie ik jullie zoals altijd. Zie ik jullie in de volgende video maar weer. Bye bye! Ja! Yeah!